Oké, dames en heren. Ik zou zeggen, start de bus. En ik zou zeggen, geef jullie ogen en oren de kost. Een toeristische uitstap met de bus door de haven van Antwerpen. Het is een spannende dag voor Pieter-Jan en Sophie Joan. Want zij solliciteren voor een functie als havengids. Petroleum is als hondenkak. Oei. Ja. Nee, want dat is echt waar. Want hondenkak, dat zit aan iedereen zijn schoenen. Witte containers worden altijd gebruikt om voedsel in te vervoeren. Dat zijn grote ijskasten eigenlijk, dat zijn koelcontainers. We leggen ons examen af om gids te worden, maar er is maar plaats voor één gids, voor één nieuwe gids. Dus één van ons twee wordt een nieuwe gids. Maar dan gaat het helemaal fout. We gaan er niet uitstappen. Maar we gingen hier toch uitstappen? Dat is het mooiste plekje van heel de haven. We gaan hier juist niks uitstappen. Maar ja, maar we gingen hier uitstappen, Pieter... ik heb dat beloofd. Oké, okay, wij zullen hier eens uitstappen, Sophie Joan. Wij zullen hier eens uitstappen. Pieter-Jan, vertelde jij er ondertussen aan de mensen wat er te zien is. Sophie Joan, kom de gijs met mij mee. Ja. Wilde de job of niet, dat vraag ik u. Kom, vol het maar terug af. Je ziet toch zelf ook dat Pieter-Jan veel slimmer is dan mij. Kijk, ze zijn nu aan het filmen, ze zijn nu aan het filmen. Dat is niet oké, jij ook weer regels. Ze komen zien hoe belachelijk... Film maar hoe belachelijk hier mevrouw zich opstelt. Een hele bus gijzelde gij, een hele bus. Voor de volledigheid, Sophie Joan, Pieter-Jan en Joachim zijn acteurs. Met hun voorstelling Handhaven palmen ze een hele zomer lang de haven in. De mensen waren enorm enthousiast. Dat is heel fijn dat je zowel en die kinderen en die volwassenen en die oudere mensen allemaal meekrijgt. En dat ze mee gaan denken, ook mee praten soms als je het vraagt. En heel ontspannen in die bus zitten ofzo. Het is helemaal niet strak een keurslijf waar iedereen in moet zitten. En dat is super fijn. Ik wist ook niet bijvoorbeeld dat het zo grappig kon zijn om door de haven te reizen. Het was leuk om in de bus te zitten en de grapjes waren ook leuk. Dan ben ik als een prins zo rijk.